De grootste talenten van de disciplines dressuur, springen en eventing komen regelmatig een dag samen. Deze keer staat er voor de leden van het Rabo Talententeam een stukje teambuilding gecombineerd met een kennissessie op het programma. We hebben best wel uitgebreid programma, we zijn de hele dag bezig. We hebben Adelinde komt vandaag praten over fysieke training en over fysiek fit zijn. We hebben een stukje over social media, het gebruik van social media, mediatraining en volgens mij nog veel meer dingen. Nou, ik verwacht dat we sowieso wel weer wat dingen kunnen leren. Soms wel weer wat nieuwe dingen gaan vertellen. En dat wel weer een informatieve dag is. Ik vind het super leuk om met het hele Rabo Talententeam te zijn. Je zit toch met iedereen, ja, best wel een beetje met topjeugd vanuit Nederland. En toch met springen, dressuur en de eventing ruiters. Dat je toch zo'n hele dag met elkaar bent. Ja, vind ik wel heel leuk. Het was een bomvolle dag met volop aandacht voor social media, het belang van fysieke fitheid en mentale training. Ik heb een keuze. Een keuze echt iedere moment van de dag waar ik mijn aandacht heb. Dat is een beetje de clue van mijn methode. Er zijn drie dingen die ik altijd benadruk. Eerst dat ik een keuze heb hoe mijn eigen mindset is. Het gaat altijd om mij. Ten tweede, hoe stuur ik mijzelf aan? Dus wat is de manier waarop ik mijzelf in het leven zet? Maar als laatste, maar misschien het belangrijkste, weet ik überhaupt waar ik mijn aandacht wil hebben. Dus waar focus ik op? De Rabotalenten hebben niet stilgezeten. Ze moesten zelf ook actief deelnemen. Wat doen mijn ogen? Wat doet mijn ademhaling? Het is wel heel erg interessant hoe zeg maar, die ademhalingsoefeningen deed je op haar ding, zeg maar. Want ik had zelf geloof ik eerst 12 ademhalingsdingen per minuut. Terwijl je er eigenlijk tussen de 3 en de 9 of zo zou ongeveer wel een beetje normaal zijn. Dus ik dacht, heel hard ademhalen. Ik verwacht dat wat ze ermee gaan doen is beter in de spiegel kijken. Beter beseffen dat als ik onder druk kom te staan, dat mijn ademhaling hapert. En ik moet mijzelf beter leren kennen om mijzelf te laten ontspannen, ook onder druk. Adelinde Cornelissen, die al een tijd actief bezig is met haar fysieke fitheid, deelde haar ervaringen. Wat je zo goed merkt is dat je, als je zelf sport en zelf met je eigen lichaam bezig bent, dat je ook veel beter snapt wat er met een paardenlichaam gebeurt. En ook tijdens dit gedeelte werden de ruiters en amazones flink aan het werk gezet. Ja, ik hoop dat ze zelf gaan ervaren wat bij hun past en dat ze ervaren dat ze met die fysieke mentale trainingen toch weer kleine stapjes verder kunnen maken in de richting van topsport. Ik moet zeggen dat je wel aan het denken zet. Vooral voor mij het fysieke gedeelte waar ik zelf toevallig net mee begonnen ben. Ik ben net één keer naar Eindhoven geweest. Ja, is toch wel goed om te weten wat je er allemaal mee kunt bereiken. Ik denk dat het wel heel interessant is om daar toe te gaan passen, want zo kun je toch weer een stukje beter worden en betere prestaties uithalen. Dan de social media. Niet iedereen doet aan bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Toch kan je het als toekomstig topsporter best handig inzetten. Een sport, Twitter en televisie, dat is echt een soort gouden driehoek. Ik zit eigenlijk zelf niet zo echt op Twitter. Maar dat je dus zeg maar met zoveel volgers en retweets en hashtags en noem het allemaal maar op. Ja, ik zit zelf niet zo echt op dat Twitter, maar ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Nou ga ik dus vandaag ook Twitter aanmaken, want daar wil ik natuurlijk ook meedoen. 1, 2, 3, cheese!